Tjitske was, vond hij vooral fysiek natuurlijk heel aantrekkelijk. Er lagen in de donkere kamer, in de Biesbosstraat, naaktfoto's van haar. Ze lagen verstopt, maar wij wisten de plek. En dan lag ze op de rotsen van Bretagne, met allemaal water wat over haar heen kwam, lag ze helemaal zo uitdagend. Dat was natuurlijk heel spannend voor jongetjes van 16, 17. Ik denk dat ze ontzettende fysieke aantrekkingskracht naar elkaar hadden. Nou ja, we voelden elkaar aan. En toen Eddie in ons leven kwam, was dat een begin van een nieuw leven. Toen we voor eerst in de Biesbosstraat kwamen, dat was voor ons, ja, een walhalla. Mama was aan het zingen en aan het stralen. Eddie die maakte heerlijke sla klaar en maakte grapjes met ons. Liet ons aan zijn vinger trekken. Deed hij dat bij jullie ook? En liet een scheet. En hier heb ik ook nog wat geschreven, net zoals Eddie. En dan zeg ik aan pap. Oh ja. Hij had moeite met Reinoud, mijn broer. Zijn stem vond hij niet fijn. Ja, want dan zaten wij achter in dat autootje. En natuurlijk, mijn broer hing dan tussen die twee stoeltjes. Hé, hey, ome Eddie! Ome Eddie! Toen zegt hij, stop, Reinoud, ga eens even de auto uit. En toen ging Reinoud de auto uit. En toen reed hij hard weg. Aan de kant van de weg, in de berm, werd hij gewoon achtergelaten. Toen liep die jongen erachteraan. Om Eddie, om Eddie. Kijk, dat heeft me pijn gedaan. Want dat was absolute drama. Mama die zei, stop Eddie, stop. Je laat toch niet mijn kind hier achter, mijn kind. Eddie gestopt natuurlijk, teruggereden. Reinoud snikkend in de auto. Hij kon het niet verdragen iets. Ik weet niet wat hij niet kon verdragen. Die jong, ja, misschien toch dat hij heel erg aan me hing, hè. En mama was zo boos. Dat was eigenlijk een soort breekpunt, ja. Hij heeft het eigenlijk kapot gemaakt, min of meer. Ja, ja.